Suriname en buurland Guyana hebben afgelopen donderdag een werkbespreking gehouden in het kader van de Suriname-Guyana Samenwerkingsraad. En hierbij zijn zaken zoals immigratie en douanediensten en de uitdagingen voor beide landen besproken. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van beide landen zich ook gebogen over de verkeersparagraaf van het cross-border protocol en de gele koortsproblematiek. Uitdagingen op het gebied van vleesimport uit Suriname kwamen ook aan de orde tijdens de bespreking. Aan het slot van de bijeenkomst werden concrete afspraken gemaakt voor met name het opheffen en voorkomen van stagnaties bij het personenverkeer tussen de beide landen. Het ligt in de bedoeling dat partijen later deze maand weer bij elkaar komen.